welkom bij Bibi van Bodies, Mind and Soul. En zoals beloofd ga ik vandaag weer even een leuke box, spirituele box gaan voorstellen die je in ons gamma kan gaan vinden. De komende dagen zal ik dit regelmatig doen om onze boxen nog eens eventjes in real life te laten zien wat ze dus bevatten. Ik ben nog niet helemaal genezen, maar we gaan ervoor. We gaan naar de Wicca Box Pentagram. En wat houdt die box in? Je ziet, er zit heel wat in. Eerst en vooral onze maanwierook. Een pentagram bordje. Ja. Dan de kaarten, de kaartendekken. Het kan verschillen naar gelang wat er dus binnengekomen is dat we in de doos steken. We gaan altijd rekening houden of dat het voor een man of voor een vrouw is. Maar de kaartendekken kunnen nogal verschillen naar gelang wat er binnenkomt. Een heel leuk potje met rozenblaadjes om spels te doen. Een bergkristal, een grote bergkristal. We zitten met zonlicht hier. De amethyst, de ruwe amethyst. Waarom met de ruwe stenen? Omdat die nog de aardse energieën echt bevat tegenover een gepolijste. En dit is dan de rozenkwarts. Een toren seleniet. Hij is ongeveer 5, 6 centimeter hoog. Een mooie... Oh, moet zien dat het niet valt. Een mooie pendel. En dan hebben we ook nog 7 stenen die je dan op jouw bordje van de pentagram kan gaan gebruiken. Dit zijn getrommelde steentjes. Dus de tijgeroog, de kristal, nog een amethyst. De rozenkwarts. Dus we hebben... Ik kan het heel moeilijk laten zien. Maar het zijn kleinere stenen. Alleszins dan onze ruwe stenen. Zie je het? Deze zijn handiger om mee te gaan werken op jouw pentagram schijf. En deze zijn echt om jouw energieën te gaan laten werken. Omdat ze ook nog de aardse pure energie bevatten. En een heel schattig bezempje om bijvoorbeeld te gaan smutsen. Ja. Voilà, dit is wat er in deze box zit. En deze box heet de Wicca Box Pentagram. Hij staat nog niet in de shop, maar die komt er vandaag zeker in. En ik dank je om te kijken. En we gaan op naar de volgende box. Dag.